Goedendag. Kijk naar het weerjournaal van Weerplaatsen.nl en we beginnen met de weersverwachting voor Europa. Want wat meteen opvalt is dat het in een groot deel van Europa niet bijzonder koud is. Op onze website hebben we een artikel geschreven over de warmte in de wereld en dat we waarschijnlijk het warmste jaar sinds de betrouwbare metingen meemaken. 2014 is echt bijzonder warm. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor Europa. Temperaturen in het uiterste noorden nog wel rond het vriespunt. En ook in Rusland vriest het. Maar voor een groot deel van Europa geldt dat de temperaturen boven normaal zijn. In de buurt van Oslo kan in de bergen wat sneeuw vallen. En ook in Wit-Rusland en in de Baltische Staten valt hier en daar wat lichte sneeuw. Maar verder is er van winter weer weinig te merken. Heel fraai weer is het in Italië, Griekenland en een groot deel van Spanje. Met temperaturen van 15 tot 20 graden en volop zonneschijn. Dan kunnen de meeste regio's weer eens bijkomen van de zware neerslag die bijvoorbeeld in het noorden van Italië is gevallen de afgelopen tijd. In Nederland ook heel rustig weer. We zien al 9 graden staan. Dat is dan voor België. Bij ons zal het een fractie minder zacht zijn. Maar toch. Vanavond en vannacht. Dan gaat de temperatuur nog wel flink naar beneden. Er zijn opklaringen. En in die heldere lucht kan de temperatuur dalen naar 0 tot 5 graden. Op zich niks bijzonders voor deze tijd van het jaar. Maar we hebben het nog niet meegemaakt. Aan de grond gaat het op uitgebreide schaal licht vriezen. Bij deze lage waarde en een afnemende wind kan er wel mist ontstaan. En dan kan het verkeer vannacht en ook morgen vroeg in de ochtend last van hebben. Morgenochtend begint de wind in kracht toe te nemen. Daardoor lost de mist snel op en daarna hebben we een zonnige periode. De ochtend ziet er heel fraai uit, zeker in het noorden en oosten van het land. Na het oplossen van de mist nogmaals. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dan kan er wat lichte regen of motregen vallen. Met name in de zuidelijke provincies en in de avond pas in het midden en noorden van het land. Het wordt zo'n 6 graden in Groningen, 8 à 9 graden in het zuiden. Kijken we naar het weekend weer, dan is er nog steeds enige onzekerheid over de neerslag. Gaat de regen ons wel of niet bereiken? Dat is de grote vraag. De zachte lucht gaat ons in ieder geval wel bereiken. In het zuidoosten worden 13 tot 15 graden. En dat geldt zowel voor zaterdag als zondag. Daar dus heerlijke omstandigheden en daar zal ook de zon het vaak schijnen. In het westen en noordwesten verwacht ik de meeste wolken. Daar schijnt op beide dagen af en toe de zon, maar kan er dus ook nu en dan wat regen vallen. Temperaturen aan zee en in het noorden zo 10 tot 13 graden. Zaterdag waait er eerst nog een stevige wind. In de middag neemt hij af en zondag is de wind vrij rustig. Maandag gaat de wind weer enigszins draaien. Dan wordt het opnieuw wisselvallig weer en begint ook de temperatuur licht te dalen. En kijken we verder vooruit, dan zien we heel duidelijk dat de temperaturen in het weekend hun hoogtepunt bereiken. Daarna gaat het kwik weer langzaam naar beneden en komen we tussen de 5 en de 10 graden uit, waarbij we vaker dicht bij de 10 graden zitten. Normaal voor deze tijd van het jaar is een graad of 8, dus we hebben na het weekend normale temperaturen. De kans op nachtvorst die we vanaf maandag leken te hebben, die is grotendeels verdwenen. Dat zien we ook in deze grafieken terug. Maandag en dinsdag 2% en 4% stelt natuurlijk helemaal niets voor. En pas op de veel langere termijn neemt de kans op vorst weer toe. Dat wachten we rustig af. Eerst hebben we nog een vrij koude nacht voor de boeg met temperaturen rond het vriespunt en dus kans op mist. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.